Op de judomat van Kenamu spreken we voor de nieuwe helden met voormalig topjudoka Dennis van der Geest en het 19-jarige judoka-talent Frank de Wit, de mentor en de leerling. Dennis, zie jij jezelf als een mentor? Ik volg hem wel en ik vind het leuk en ik kan af en toe misschien wel eens wat tegen hem zeggen of een tip geven, maar er zijn trainers en coaches die zijn echt dagelijks met hem bezig. Wanneer viel jou voor het eerst op? Nou, ik denk een jaar of twee geleden. En dat kwam voornamelijk omdat we een discussie hadden over of we nog wel een paar goede jongens ertussen hadden zitten. En ik was erg negatief op dat moment. En een paar jongens bij mij, waar ik daar zelf mee gejudo'd had, die zeiden dus van nee, je moet eens even naar die Frank kijken. En dat kon wel eens een hele goeie worden. Dan ga je dat iets meer volgen en dan zie je een paar dingen dat je denkt van nou, dat zou wel eens wat kunnen worden. Maar ik wil de druk niet te hoog voor hem leggen, maar ja, het zit er wel in. Een aantal dingen belangrijk in judo natuurlijk. Het technische gedeelte is belangrijk, dat je iemand gewoon op zijn rug gooit, want daar krijg je punten voor. Aan de andere kant is het ook heel lekker als je niet zo makkelijk valt, want dan kan de ander je niet zo makkelijk gooien. En hij, alle twee kan hij gewoon goed en hij geeft niet op in een wedstrijd. Hij is conditioneel is hij goed, hij is fysiek sterk, moet nog wel veel sterker worden bij de senioren, maar ik bedoel, ja, hij is ook nog jong. Dus het zijn allemaal elementen die er al goed in zitten, dat je ziet van ook een moeilijke wedstrijd, weet hij ook al wel af en toe zeg maar te winnen. Ja, dat is naast het technische gedeelte zijn dat hele belangrijke elementen om een judo-wedstrijd te winnen. De komende twee jaar gaat hij enorme stappen maken, denk ik. Kun je daarin vinden, Frank? Ja, zoals Dennis zegt, nu gewoon heel veel seniorentoernooien doe ik nu. En dat je je daar gewoon in dat circuit zeg maar, steeds beter gaat ontwikkelen. Dat je even iets tactischer sommige potjes gaat judoën. Wat bedoel je daarmee? Ja, soms, wat ik bijvoorbeeld in Düsseldorf, dan zet je nog even in de laatste 30 seconden twee, drie straffen voor staat. Even een dom dingetje in. Ja. En dan word je bijna overgenomen. Ja, dan kan ik wel een klap van mijn kop krijgen. Toch, maar toch moet je dat er niet helemaal uithalen. Nee, tuurlijk niet. Want dat leer je wel, maar ik denk als je 19 bent, moet je ook nog gewoon stomweg die gasten eraf willen halen. Nou, uiteindelijk kan je, als je nu al heel tactisch al je wedstrijdjes zeg maar, gaat winnen, dan gaat dat ook wel weer ten koste van een aantal elementen die jij nodig hebt in je... Om uiteindelijk beter te worden. Exact, exact. Weet je. En gewoon stomweg iemand op zijn rug smijten is nog altijd de meest makkelijke manier om een wedstrijd te winnen. Dat moet je nooit vergeten. Want anders sta je elke wedstrijd 5 minuten kapot te knokken. En dan is het ergens de halve finale en dan is het motortje leeg.